vanavond zijn wij op bezoek bij Van der Graaf de Molen. Goedenavond, meneer Van der Graaf. Goedenavond, goedenavond. We hadden afgesproken al van tevoren dat we elkaar zouden tutoyeren, dus we zijn gewoon Jan en Ineke. Ja. Jan, wat een mooi plekje heb jij hier. Ja, ik weet niet anders. Sinds wanneer is dit pand in jullie bezit? Dit pand heeft mijn opa in 1947 gekocht. Net na de oorlog, dat durfde ze wel aan? Ja, dat schijnt dat ze het aandurfde. Hij had gekocht voor zijn jongste zoons. Oké. Okay. Nou is er, hebben jullie hier ook een bedrijf. Maar er is ook best wat geschiedenis hier, hè? Want jullie hebben 2 keer brand gehad. Ja, volgens de overlevering 2 keer, heb je goed. 1 keer weet ik mij wel te goed herinneren, de eerste keer weet ik niet veel van, moet ik de boeken kijken. Wat klopte van het verhaal dat jullie geld gekregen hebben van de buurtvereniging, want dat was toen zo, nabeschap, om jullie uit de brand te helpen? Daar weet ik niks van. Ik weet wel dat in 1967, toen de brand is geweest, daarvoor de tijd zouden ze restaureren, de molen, helemaal. En omgeving was er een vergadering belegd en toen s'avonds komt er sprake met mijn vader van, hey, maar als ik nou mijn molen wil verkopen, hoe moet ik dan? Ja, dan moet je met ons afrekenen. Nou, dan gaan we bij deze gaan we niet door. Want ik wil mijn eigendom houden. Ik wil mijn eigen bezeggenschap erover houden. Zo is het toen destijds, al voor de brand, voor de laatste brand dan, is het daarover gesproken. Oké, okay, nou weet ik dat jullie dus, dat er een keer iets geweest is en dat er uit noberschap dus een gift is geweest van de buurtvereniging hier. Nou, ze leren we dan wat van elkaar niet. Ja, ja. Ja, heel veel mensen zullen het nu zich niet kunnen voorstellen, maar het was dus echt een molen met wieken en dergelijke. En die is 2 keer getroffen door brand. En in de oude notulen is dus terug te lezen dat toen bij de tweede keer de brand is geweest, dat de vereniging een gift heeft gedaan van toenmalig 50 gulden voor het herstel van de molen. Hoe lang is de molen zoals die nu is? Ik bedoel zonder wieken. 67. Hij was in 67 gerestaureerd. Hebben ze de wieken eraf gehaald, wel een nieuwe de kap erop gemaakt. Maar toen waren we klaar met de verbouwing. Op de maandag zouden ze bliksemafleiding aanleggen. Nou, je raadt hem al. Zondags onweer. De halve kap afgebrand. Nou, het was toen niet noodzakelijk om die weer op te bouwen. Hebben ze gewoon de bovenachtkant eraf gehaald. En een klein kapje wat er nu op zit, is er toen opgemaakt. Maar de molen is een keer zo hoog geweest. Want boven, als je buiten kijkt, zie je de deur van waar vroeger de omloop gezeten heeft, of het zijger heeft gezeten. Dus de deur waar die zit, was de onderkant van de wieken. Dan kun je nagaan hoe hoog het geweest is. Denk je nu wel eens zo van, was die nog maar helemaal zoals die hoort te zijn? Ja, dat denk je altijd. Maar ja, het is niet meer zo. En er is nu een monument, een rijksmonument in de staat zoals hij nu is. Omdat de 2 molens tegen elkaar aangebouwd zijn. Beperk je dat niet in je bedrijf? Ik weet niet anders. Dus vroeger kwam we van de wind leven, ja, dat wil nu helaas niet meer. Oké. En hoe lang is het al een bedrijf, dit pand? Ja, de bedrijf, hoe bedoel je? In deze als Van der Graaf. Oké, okay, nou, wat ik zei, mijn opa heeft 47 gekocht. Voor zijn jongste zoon, ze wil graag hebben, alle jongens een bedrijf hadden. Nou, de ene is transporter gegaan, Van der Graaf, Koevoort is dat later geworden. En mijn oom in Dedensvaart met transport. De jongens verder en dan mijn oom en mijn vader hier op de molen. Nou, de dochters die redden zichzelf, die gingen met de andere zakenmensen trouwen. Heel goed gekomen. Nou, en toen is het met de molen naar de bijen overgenomen en mijn vader had doorgegaan. Toen het begon, want je hebt nu een assortiment om u tegen te zeggen. Dat zal toen nog niet zo geweest zijn, neem ik aan. Nee, toen was het puur de boeren bedienen. Alleen maar boeren bedienen en bakmeelproducten werden wel gemalen, van oudsher en zo wel. Nou, die boeren bedienen en graan malen en graan leveren aan de boeren en voeder leveren aan de boeren, dat was toen de hoofdzaak. En dat is later, we hebben na de industrialisatie in de jaren 60, eind jaren 60, 70, is het een soort depot geworden. Mijn vader gaan fuseren met andere bedrijven, zij hebben een soort depotfunctie gekregen. Nou, dat was wel leuk, maar mijn vader die smaakte dat niet, die was zelfstandig gewoon. Die is in de jaren 80 weer langzaamaan weer zelfstandig geworden, teruggegaan. En toen zijn we begonnen met een paar spoorbusjes verkopen. Dan zat je potgrond erbij, dan zat je hondenvoer. Nou ja, en zie wat het gaat nog steeds door. Ze verkopen hier ook meisjes. Maar dan hebben we het over konijnen. Maar dat laten we straks nog wel even zien, toch? Het is nu een heel groot assortiment. En als ik mensen spreek en je hebt het over paarden, dan ben je naar de meulen.
Ja, je zegt het goed. Graag. Graag zelfs. Wij proberen daar zoveel mogelijk in brede assortiment voor neer te zetten. Ja, want dat hoor je dus ook van mensen. Hè? Want in Dedeswaard zeggen wij allemaal als we naar hier gaan, we moeten geen naar de Meulen. Ja, dat wordt veel gezegd. En dat is mooi. Graag zo horen. Ja. Zullen we zo eens even gaan kijken wat er hier allemaal te doen is. En wat mensen hier kunnen bekijken, maar het liefst halen. En dan gaan we eerst even naar de dieren. We staan nu in het andere gedeelte van de molen, Jan. Stond dit er oorspronkelijk ook al? Nee. De stenen molen, waar we net stonden, dateert van 1820. Dit is een houten gedeelte, een houtzagerij zullen we noemen. Oorspronkelijk was dit een paltrokmolen. Moeilijk woord. Paltrok, zijn er nog zes van in Nederland, ofthans, dit is het zesde restant wat nog bestaat als paltrokmolen. Nou, en door die paltrokmolen, die is in 1890 in de Zaanstreek afgebroken, op het schip gezet, hier naartoe gedaan en hier tegenaan gebouwd. Als zijnde een vaste houten molen tegenaan, de molenstenen, of de molenwieken, die moesten met een as, doorgaande as, hier dit aandrijven. En dit schijnt de enige te zijn in Nederland die zo gebouwd is. Dat is uniek. Ja, is uniek. Daarom moesten wij een reismonument worden. Sorry, maar we moesten dat. Uiteindelijk, het komt allemaal goed. Maar je bent iets minder vrij in de keuzes links en rechts. Maar ja, dat is dan maar zo. Maar ik maakte net al een grapje. Ze hebben hier ook meisjes. Jullie zijn niet echt een dierenspeciaalzaak. Wel voor de benodigdheden, maar niet voor de dieren op zich. Maar je hebt wel wat van deze lieve schatten hier lopen. Ja, in feite hebben we alles wat een dierenspeciaalzaak heeft. Hebben wij ook eigenlijk allemaal wel. We hebben de vissen-aquariumafdeling, de knaagdierenafdeling, maar zoals ratjes en muisjes. Nee, dat gaat zo weinig, er is zo weinig vraag naar. Dan mogen ze dan echt dieren speciaal naartoe. En vogeltjes? Nee, die hoor je er ook niet. Vliegen buiten. Die voeren we buiten met de wintervoer. En that's it. Helemaal geweldig. Nou staat hier meisjes, maar als ik nou een mannetjeskonijn wil? Nou, dan gaan we de mannetjes opzoeken. Die zitten daarin dan. Oké, okay, ze zitten gewoon gescheiden nu. Ja, als het goed is wel. Anders krijg je er te veel. Ja, dan gaan ze zwanger mee naar huis, ook wel eens gebeurd. Ik vind dat wel heel leuk, zo'n konijn. Dan kom ik hier, dan heb jij alle benodigdheden, want ik heb natuurlijk helemaal niks. Je hebt alle benodigdheden, maar kun je me dan ook een beetje vertellen hoe je zo'n beestje moet verzorgen? Ja, we kunnen je alles vertellen. Wij hebben ook regelmatig stagiaires van een dieropleiding. En die laat dan een voorleggingsformulier maken, jongens. Maken ze een formulier, zoals je op school graag ziet, maar wat zo'n dier nodig verzorging heeft. Nou, 9 van 10 mensen die een dier komen kopen, die vragen er niet naar, die weten het allemaal wel. Maar als ze een vraag hebben, een map achter de kast aan liggen, staat alles in hoe je met je dier moet omgaan. Helemaal top. Wij gaan zo meteen even naar het paardengedeelte, maar dan moeten we voor naar boven. Ja, en als je het dan over het assortiment paardenspullen hebt, zeg ik dan heel oneerbiedig. Dan sta je hier je ogen uit te kijken, Jan. Ja, jij ziet het nu voor het eerst. Jouw reactie is veelzeggend. Ja, ik heb geen paard, dus dan kom je voor de paardenafdeling hier niet zo, hè. Maar wat ik me nou zat af te vragen. Want als ik dan een wedstrijd met paarden zie, Ankie van Grunsven en zo. Is dat ander materiaal dan wat ik voor mijn paard zou aanschaffen? In grote lijnen is het allemaal, je bent een hoofdstal nodig. Ankie een hoofdstal nodig, jij ook. Ankie is een rijbroek nodig, jij ook. Ankie is laars nodig, jij ook. In grote lijnen niet. Alleen je hebt verschillende merken en verschillende prijsklasses. En daar kun je dan wel een verschil in maken. Wat is bijvoorbeeld de Mercedes onder de paardenartikelen? De Mercedes, daar kun je de leerkwaliteit zien. Bijvoorbeeld de hoofdstallen, een duurdere hoofdstallen, duurdere caps. En chiquer. Maar dat is een Mercedes. Is het dan een chiquer of gaat het ook langer mee dan? Nou, het is heel veel chiquer en kwaliteit wel wat beter. Daar zijn een beetje verschillen. Maar je moet zien, het is een ijsberg het niveau waar je gereden wordt. Het topje van de ijsberg is de top in paardenland. Daar hebben we niet zo heel veel voor. Die ijsberg onder water is veel groter, veel breder. Een veel breder publiek. En dat is ons publiek en daar richten wij ons helemaal een beetje op. Maar als je toch... Nee, ik zeg het verkeerd. Is
paardensport een dure sport? Nee, daar gaat wel veel geld in om. Maar ik zeg, het is een dure sport. Net zo duur als je zelf wilt. Je kunt voor weinig geld een broekje. Het is weinig geld een broek kopen, in feite wel. Het is wel toegankelijker geworden in de loop der jaren. De laatste 10, 15 jaar is het toegankelijker geworden voor iedereen. Het is geen elite sport meer, zoals vroeger. Nee, het is, ja, natuurlijk heb je elite erbij, maar welke sport heb je geen elite? Ja, rij overal. Dat heb je overal, maar hier is normaal gesproken, kun je echt wel leuk, kun een kindje meedoen. Ik heb helemaal niks en toch, mijn dochter wil graag een paard, dat komt er. En dan moet ze ook spullen hebben. Wat is gewoon het eerste wat je nodig hebt, zeg maar? Een veiligheidshelm, een cap. Oké. Is dat verplicht in Nederland? Ja. Ja, in de manege is overal rijden met een cap is verplicht. Goedgekeurde cap weliswaar. Er zijn speciale keurmerken voor, net als een helm op een brommer of op een motor. Mm-hmm. Het moet goedgekeurd zijn, dan weet je alles van wat een motor is. Dus dat is gewoon, moet gewoon veilig zijn en een cap moet ook veilig zijn. Nou zit je wel eens met maten, met kleding zit je met maten, hè? Maar hoe zit dat met een zadel? Moet ik dan ook nog kijken naar wat voor paard ik heb en wie de berijder is? Of kijk je alleen naar wat de paard is? Nee, een zadel moet zitten als een schoen bij jou aan de voeten. Dus die moet goed zitten op het paard, goed pas zitten op het paard. Een zadel, de grootte van de zitvlak, is weer afhankelijk van de grootte van je onderkant van je rug. Voel je hem? Ja, ik vat hem. Daar moet je naar kijken. Dus dat is een zadel. Maar wij verkopen hier geen zadels. Ik kan er wel in participeren, wel in meedoen. Ik kan je wel een zadel verkopen. Dan ga ik hem via een ander laten doen. Waarvoor die keus dat je niet met zadels verkoopt? Dat is een heel logische stap eigenlijk. Want als je één zadel verkoopt, zadel is zo'n specialisatie. Je moet, als ik jou één zadel wil verkopen, moet ik wel 15 zadels hebben om te passen, om te kijken of het goed is. Dus een vrij specialistisch. Wij zitten met een samenwerkingsverband met 15 ruiters per zaak in heel Nederland. Daar doen we samen mee en er zitten een paar zadelspecialisten zitten erbij. Is er wat, gaan we naar Herman of Herman komt hier. Geen probleem. Kleine dingen, zadel opvullen of wat dan ook. Geen probleem, kom maar bij ons, wij regelen dat. Nou, er zijn heel veel dingen aan mode onderhevig, hè. En wij staan daar naar bandjes te kijken. Dan denk ik, is dat bij dit soort dingen ook zo? Ja, juist. Ja? Juist. Het begint al met de kleding. De laarzen begint er dan mee, met de rijkleding uiteraard. Broeken. Dat zijn frontriempjes. Nou, op een hoofdstel, zoals dit, zit een frontriempje aan. Hier zit een roze bandje aan. Nou, en je hebt ook gewoon lak, maar ook wel gewoon eenvoudig. Maar heel veel met wat bling bling noemen ze dat dan. Nou, dat weet je. Dat zit er vaak aan. Dat is gewoon leuk. Met Sinterklaas en de kerst, hij te druk mee. Ja, dan moeten we ze regelmatig inpakken. Ja, ik kan me het niet voorstellen. Dan hadden we het net over de laarzen, hè. Vroeger had je echt, was het simpel, 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 de rijlaars. Maar nu zijn de laarzen bij. Die kun je gewoon aan. Ja, vroeger had je met de laarsjes rubberlaarzen. Rubberrijlaarzen. Vroeger heel vroeger lerenlaarzen, maar gewoon tot gros. Ja. Allemaal reden met rubberrijlaarzen. Tegenwoordig zijn die laarsjes nogal te koop. En voor kindertjes te beginnen is dat prima. Maar de lerenlaarsjes zijn al veel goed toegankelijker geworden. En die zijn zelfs zo mooi, die kun je gewoon als vrije tijd zwart aan. Ja. Sterker nog, de mode refereert vaak aan de ruitersport. Hoe verstandig is het om, als ik zeg maar begin, om dan eerst eens even goed wat informatie in te winnen qua alles wat je voor je paard nodig hebt? Want ik heb er geen verstand van, dus ik zou denken, oh nou dat vind ik een mooi hoofdstel, laat ik die maar doen. Nou, meestal gaat dat niet zo. Degene die begint, die is al lang met een paard bezig geweest op een manege of bij een kennis, die weet er vaak al wel het een en ander van. Mochten ze het niet weten, dan komen ze hier en helpen wij ze verder. Is het verstandig om je kind, als het om een kind gaat, eerst naar de manege te doen? Meestal begint het daar al. Meestal begint het daar al. En dan gaan ze wat kopen. We hebben het najaar vaak, we hebben elk najaar een markt. Altijd. De ruitermarkt. De ruitersportmarkt, de tweedehands ruitersportmarkt. En heel veel ouders weten die weg daar te vinden. Of het vragen aan wat we anderen over hebben. En dan gaan ze eerst gewoon langzaam opstarten, maar dan kunnen ze daar hun ding voor weinig kunnen ze wat vinden en dat is altijd hartstikke leuk. Maar daarentegen hebben wij natuurlijk altijd scherpe prijzen overal mee. Maar om te beginnen met kindjes wil het wel zijn. Jongens, ik vind het te veel geld. Ja. Niet duur, maar te veel geld. Ik wacht even op die markt af. Ik ga eerst hem overbruggen tot dit. Maar daarentegen hebben wij soms broekjes van
Kinderrijbroek is €30. Is ook niet veel geld. Heb je in paardrijkleding ook haute couture? Jazeker wel. Kan je zo wel laten zien. Dat wel is. Echt wel wat mode is. Echt dat stylisten dat promoten. Ja, dat is er. Oké, nou dan gaan we dat zo nog even bekijken. Want dat vind ik wel heel leuk, moet ik zeggen. Jan, nou denken we allemaal dat paardensport is zo duur. Je had al uitgelegd zo van, je kunt zo duur maken als je zelf wil. Want in Duitsland is zelfs een ontwerper, die kan niet meer los over straat, zullen we maar zeggen. Precies, en Dirk Lokner, die kan niet zo los over straat. Die ontwerpt allemaal ruitersportkleding voor bepaalde merken. En dat is, ja, mooi. Dat is de haute couture. Wij houden het gewoon bij hier. Want toen dacht ik zo van, nou, dat is allemaal heel duur. En je hebt van die meiden, die zijn helemaal weg van paardrijden. Maar je hebt hele leuke dingen voor Amazones, voor cadeautjes en dergelijke ook om te geven, hè? Ja, 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 heel veel cadeaus weer. Want ik heel veel cadeaus weer verkocht en gekocht daardoor ook. Echt heel leuke dingen zoals deze ding, die brosjes. Ja, nou, normaal. Ja, wordt veel verkocht. In hoeverre is dat verplicht bij wedstrijden? Of is dat gewoon omdat we dat zo leuk vinden? Nee, in de dressuur, dat is meer voor de dressuur, dan krijg je stijlpunten voor. Ja, ja. Uitrusting, stijl, dan krijg je er punten voor. Dan wordt er dus niet alleen gekeken wat je paard goed doet, maar dan kijken ze ook naar de Amazone of de ruiter die erop zit. Nou ja, het oog wil wat als het heel totaal compleet is. Ja. En er zijn kleine dingen die ze doen. Het gaat natuurlijk eerst maar eens om de prestatie. Ja. Heb je dat goed en dan ga je gradaties krijgen en dan denk je, hey, de Amazone ziet er leuk uit met het geheel aangekleed. En dat is gewoon, die meisjes willen dat ook, maar zo werkt dat gewoon. Wat is hier een beetje in de streken het geliefst? Het springen of ook echt dressuur? Meest is springen, maar ook heel veel dressuur hoor. Ja? Ja, springen levert het meest, maar dressuur wordt wel gedaan. Echt wel. De grote wedstrijden hier in de buurt, waar moet ik me dat bij voorstellen? Nou, als je een wedstrijd wil zien in paardrijden, dan gaan we naar Balkbrug, naar de Diamanthal. Dan zijn regelmatig wedstrijden in allerlei takken van sport. We hebben dan de Diamanthal, we gaan een beetje verder rijden, een klein oever. Binnenkort weer een concours. Dan gaan we ook staan met de stand. Dat is dan weer ook een heel, leuk, heel groot ponyconcours, een paardenconcours erbij. Dan hebben we Hardenberg elk jaar weer. Paard 2008 begonnen, 2010 gaan ze om en door. Dit jaar paard 2016. We hebben vanmiddag net weer de ruimte besproken voor over een goede maand, eind februari, de eerste week maart. Nu 2 weken straks, 2 keer weekenden zeg maar. Daar gaan we weer staan. Dat is elk jaar. Nou, elk jaar hebben wij van de Schuttert van op de Driehoekhoeve in Stegeren. Het grote concours. Dat is echt het top elite concours. En dan gaan we naar Zuidwolde, hebben we concoursen. En dan Slagharen zijn concoursen. Ja, elke plaats hier om zich heen heeft wel een concours. En dan heb je nog verschillende niveaus. Wat jij net zei, Schuttert, dat is wel een hele, hele grote, of niet? Ja, dat is echt een springstal waar professionele ruiters en paarden hebben staan. Mijn dochter loopt toevallig stage en die kijkt een beetje in de keuken hoe het werkt, maar dan gaan echt topsport is dat gewoon. Het is echt, mensen moeten gewoon een keer langskomen, want het is echt het walhalla voor de paardensport hier, heb ik het idee. Ja, nou, het is het bovengedeelte, het is echt een paardensport. Jan, een van de huisdieren waar we het meeste van hebben in Nederland zal ongetwijfeld het hond zijn. Ook daar ben je in voorzien. Ja, we hebben een zeer uitgebreide range aan honden en kattenvoeders. En hondenvoeders is vrij specialistisch, want honden kan er wel eens wat mis mee zijn. Nou, daar hebben we een goede voeding voor, waardoor ze echt op een goede pad kunnen houden. Maar een hond eet toch alles? Ja, vroeger op een boerderij had een hond alles. Maar daardoor kreeg hij ook alles. Vandaag en dag bieden we hem aan op een andere plaats. Dus hij krijgt niet alles. Hond zocht eerder zijn eigen spoeltje alles op. Nu moeten wij hem een complete maaltijd aanbieden. Nou, en is het, vind ik het altijd zo moeilijk. Want dan denk ik zo van, ja, dit is een klein hondje, dat is een grote hond. Waar moet ik op, kan ik het beste op letten? Het beste op letten, je hebt van die merken voeders waar kleine en grote honden op staan. Dan moeten ze dat ras hebben. Want oh, dat ras hond is eigenlijk allemaal een beetje doorgezaagd. Het is eigenlijk een commercieel verhaal. Houd niet zo van. Ik ben meer van de pure, natuurlijke groep voedingsstoffen. Gewoon normaal. Goed is goed. En goed kan soms ook heel goed zijn. En hond hoeft niet een ras-specifiek voeding te hebben. Want hond is een hond. Ras-specifiek is een commercieel iets. Oké, maar wat is wel belangrijk? Goede evenwichtige voeding. De juiste grondstoffen. Dat de hond er goed op doet.
Nou, en we hebben hier een voeding, we staan toevallig bij een voerresort, waar een hond, daar staat een wolf op, terug naar de natuur. Hele goede basisvoeding, hond doet er hartstikke goed op. Wij verkopen hier zo enorm veel van. Het is een klein bedrijf met een stijgende groei in Nederland. En het gaat zo goed, korte lijnen. Als er iets met een hond, de consument heeft iets mee, de klant, de hond heeft iets. Ik ga naar de mensen toe, ik zeg, jongens, wat is er aan de hand? Zo en zo en zo. En dan hoor ik een verhaal en het klopt altijd. En we hebben hier zoveel tevreden honden. Of mensen komen weer, Jan, het voer is hartstikke goed, hond doet er geweldig op. Nou, dat is een teken van mij. De eerste keer verkopen is voor mij niet zo moeilijk. Maar we moeten terugkomen. En dan zeggen we, hey, hond doet er goed op. Nou, en ik heb zelf mijn honden opgefokt met deze. Het gaat fantastisch. Oké, okay. Want ik dacht altijd dat ik heel erg moest kijken of ik een grote hond had of ik een kleine hond had. Wat voor ras het was, want ja, dat hoor je altijd natuurlijk. Hè? Dus dat hoeft dus niet. Ja, kijk, als ik me omdraai, dan kom ik bij al de lekkere snacks voor de hond. Daar moet ik natuurlijk wel mee opletten. Hè? Ja, je kunt de hond het te veel geven. Maar zoals deze, dit zijn natuurlijke snacks. Het kijkt wat raar uit, langslong, maar allemaal natuurlijk, niks mis mee. De hond kan een gewone voeding hebben. En koekjes moet je geven, niet te veel. Je hebt een goede lijn koekjes bij, maar hou het met mate. Zoals zulke snacks kun je ze veel beter geven. Het moet natuurlijk geen voeding verdringen, het moet een snack blijven. Maar dat spreekt vaak wel voor zich. Ja, maar hebben wij mensen ook wel eens moeite mee, toch? Ja, nou, aan de andere kant kunnen we zien dat we nog meer snacks, een ruime keuze, zal ik je laten zien. Ik heb nog even een vraag, hè. Zou het zo kunnen bij de industrie dat het nog een keer gebeurt dat die snacks, laat ik het netjes zeggen, wat aangenamer ruiken? Oh, dat zou maar zo kunnen. Maar dat moet je bij ons niet zijn, want deze snacks ruiken gewoon zoals het natuurlijk is. Dat is het beste? Uiteraard het beste. Hoe minder ballast, hoe minder afvalstoffen, hoe beter voor de hond. Puur natuur? Ja, puur natuur. En zoals hier, heb ik hier een diepvries staan. Hondenworsten is helemaal in Nederland momenteel om honden puur vlees te geven. Nou, met de minste afvalstoffen erin. Helemaal puur natuur. Ik heb ze daar van een ander merk in dozen zitten met zijn hamburgerschijven min of meer in. Ook hartstikke goed. Deze ook allemaal goed. Allemaal zonder verdere toevoeging erin. Dus bij de dieren gaan we ook op de tour van, net als we bij mensen willen, weer meer naar het echte. Het echte, het pure, dat gaat het op een gegeven moment toch bovendrijven. Kwaliteit moet het gaan winnen op zich van het commerciële. En wij zijn als consument, zijn we in Nederland allemaal goed onderlegd. Wat we niet weten, zoeken we op. Nou, eerlijk verhaal, eerlijk advies, kom je het allerverste mee. Ja, dat zeg je nou wel, maar als ik dan op het internet kijk en ik zoek dat soort dingen op, dan is het ene verhaal vaak nog mooier dan het andere. Ja, maar de goede verhalen staan er vast wel tussen. Maar je moet even weten waar je zoeken moet. Oké, nou dan komen we gewoon vragen bij jou. Je had aan de andere kant, had je ook nog wat staan, dus wij lopen gewoon even met je mee. Want, och jee. Jan, zeg het maar. Ja, wat wil je hebben? Ga je voor natuurlijke snacks? Ga je voor de buffelhuiden, die we altijd al kennen, die al 50 jaar in de markt zijn. Allemaal snacks, dit zijn schone snacks, allemaal snacks voor de hond. Waar je ze mee kunt doen. Maar je ziet wel, helemaal een natuurlijke vorm krijgt steeds meer overhand. Wij zijn steeds meer natuurlijk. Is het hier de vorm alleen natuurlijk of ook de ingrediënt? Het product is helemaal van A tot Z natuurlijk. Je hebt de botten schouderblad liggen van een koe. Je hebt daar het dijbeen van een koe liggen. Kalfsbotten liggen ertussen. Er wordt tegenwoordig eigenlijk niks meer weggegooid. Dit is toch ongekend, hè? Dit is echt het Walhalla voor de honden, zou ik maar zeggen. Honden lopen ook allemaal kwispend rond die soort. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Goed, Jan, en hier gaat het gebeuren. Vertel. Ja, dit is een nieuw plekje bij ons in de winkel. Heel veel mensen hebben dit van najaar een nieuw dak opgemaakt. Afbouwbedrijf Jan van der Belt heeft een nieuw dak. Hij zei, Jan, ik zei, Jan, je moet een nieuw dakje hebben. Hij zei, ik ga een isolatie plaatsen. Dit is mooi dicht, mooi geïsoleerd. Ik zei, Jan, dat heeft leuk bedacht. Nou, zo gezegd, het was hier zo'n leuk hockey. Ik denk, hier moet ik wat meer mee doen. We hadden er altijd gaas staan, oude machines stonden er nog in. We deden er eigenlijk niet zo heel veel mee. Nou, de gaas kan buiten de wandelplek staan. Die machines gaan eruit. En wij gaan het wandje doorbreken. We gaan er weer de mol naar trekken. En ik had al veel vraag naar pannenkoekenmeel en bakproducten. Dat is een groeiende markt. En streek eigen producten, streekproducten. Ik zei, daar gaan we dit hoekje voor creëren. Dit is een beetje het
oudste hoekje van de molen. Je ziet die daar rechts, altijd al zo laten zien denk ik. De molenmuur, gedateerd 1820. Je ziet hier achter Alfred de groene wand. Dat is echt de oude paltrokwand uit de Zaanstreek. Bouwjaar 1730. En hier weer opgebouwd in 1890. Nou, dat is prachtig. De gebinten daar zie je staan als je erboven gaat. Hier zit achter het machinekamertje nog van vroeger. Met de oude Dutch diesel gloeikopmotor erin. Die wil mijn oom nog een keer aan de gang maken. Dat kom ik allemaal nog een keer. Mijn opa heeft het hockey laten bouwen tussen de bedrijven. Dus oude tramrails zie je als dakdrager zitten. Zijn echt oude. Zijn oude tramrails. Wat, en zijn net ook nog de tramrails van hier dan? Van Dedenswaard? Ja, dat denk ik toch. Dat zal er van zijn. Dus, het is een uniek plekje. Ik heb oude planken gekocht, of vloerplanken gekocht. Die schijnen. De Hans Dobber heeft die nu geschaafd en die komen uit een kerk of uit een oude school. Dus ook oud, alles oud. En ja, daar gaan we dan. Behalve het pannenkoekenmeel. Wat ga je buiten het pannenkoekenmeel om dan nog meer doen als streekproducten? Nou, streekproducten, je naam zegt als wat in de streek voortkomt. Ik had vorige week een boer hier zitten en die zegt, ik maak sinds een poosje melk, kannemelk, yoghurt, vers producten. Die wil ik graag hier verkopen. Ja. Is daar ruimte voor? Ik zei, nou, want ik had gelezen op Facebook van, je gaat streekproducten doen. Ik zei, nou, dan gaan we dat proberen te creëren, dan gaan we waarschijnlijk in. Maar dan moeten we kijken, hij had het nou, ja, een grote boer is het hoor. Echt al meerdere mooie verkoopproducten al klaar is en een been in de achtergraad. En zegt, kijk, zo is het. En dat is leuk. Mensen willen gewoon weer terug. Het moet allemaal weer echt zijn. Puur natuur. Ja, puur, ja juist. Nou, hier komen dan ook de pure dingen staan. Maar je hebt ook, ja, een voorbeeld van mij is Anton Wolters, Mondelinie Ommen. Nou, daar hebben we veel contact mee. Hij zegt, Jan, de pannenkoekmeel, ik maal het wel voor jou. Je verkoopt het, gaat het altijd lopen. Nou, is ook zo. De smaak is gewoon, ja. Het is op de stenen gemalen. Nou, terug, mooi terug naar vroeger kun je niet gaan van hier. Want de molen is ook begonnen met malen. Dus dat past allemaal bij ons. Ja, vooral dan iets met meel natuurlijk. Ja. Wanneer denk je hier klaar te zijn, zodat je kunt beginnen? Nou, we hebben nog geen streefdatum. We doen tussen de bedrijven door. En als het klaar is, dan gaan we het gewoon inrichten langzamerhand. Ja, het voorjaar, dit voorjaar zeker. Zeker. Oké, nou dan moeten we dit voorjaar allemaal maar eens even langskomen. En dan allemaal maar eens eerst aan de pannenkoeken, want dat kan nu al. En dan zien we dan verder wel hoe of wat. Dan zit ik me even te bedenken, met streekproducten moet ik dan ook denken aan groenten en zo? Of zeg je van nou, dat niet? Nee, groenten, dat denken we niet aan te gaan doen. We zijn geen reformwinkel, dan kom je daar meer in. Ja. Dat willen we niet gaan doen. Het is meer het bakproduct, een flesje wijn van de streek. Je hebt tegenwoordig ook wel bier van de streek. Nou, in die sfeer, maar wat erin komt, komt vaak vanzelf op ons pad. Wij zijn niet zo waar we zeggen, jongens, we gaan zus. In grote lijn weten we het heel goed. Maar hoe dat zich invult, nou zat ik vorige week die boer die met de melkproducten kwam. 2 uur geleden had ik dan er niet aan gedacht. Nee. Maar dan ga je denken van, ja, misschien past dat erbij. Nou, dan gaan we dat proberen. Met borduren voort. Oké, nou wij eten straks voort. Jan, ik wil jou heel hartelijk bedanken dat wij hier te gast mogen zijn. Nou, ik weet zeker dat de mensen hun ogen uitkijken die hier niet zo vaak komen. En dan weten ze de weg nu straks wel te vinden. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dat was leuk, leuk interview, leuk, ontspannende sfeer. Tussen bedrijven, hartstikke leuk. Graag gedaan.